genoeg met die perstour. Ze hebben belangrijk werk te doen. Ze hebben een missie gemist en mensen raakten gewond. Ja, dat is heel vervelend, maar er zijn nu belangrijker dingen te doen. Dus jullie neus voor de camera zetten is belangrijker dan levens redden? Dat hebben we niet gezegd. Alleen, de dingen zijn veranderd. Fijn dat je 16 jaar bionische training hebt gehad om het weerbericht voor San Diego FM te doen. Dat is morgen. Weet je, ik ben heel erg teleurgesteld in jullie. Al ons harde werk en jullie praten over beroemd zijn. Meneer Davenport. Weet je wat? Laat maar. Ik dacht dat jullie helden waren. Maar ik had het mis. Staat. Die je geteist houden. Waarom gebruikten jullie je bionics bij die mensen? Ik kan jullie niet meer verdedigen. Dat hoeft ook niet, meneer de president. Natuurlijk wel. Weet je, mensen zijn bang en daar hebben ze een goede reden voor. Nee, ik bedoel dat we ons niet meer hoeven te verdedigen. Want vanaf vandaag doeken we het team op. Wat? Davenport, is dit waar? Het spijt me, president. Ik heb geprobeerd ze om te praten, maar hun beslissing staat vast. Ze stoppen. Een zoekfunctie ingebouwd. Daarmee kunnen we ze opsporen. Aha, ik zie er 8. Ze zijn bij een verlaten vuilstortplaats, vlakbij Pike's Crest. Kom dan, pakken we ze! Waar is Pike's Crest? Moet je dit nou toch eens zien? Nu staat de meest machtige man ter wereld onder mijn controle. Je lap. Hallo, test 1, test 2, echo, echo. Meneer Davenport, we hebben het flink verknald. We wilden onze bionische krachten niet gebruiken, maar Barry was in gevaar, dus het kon niet anders. Je hebt ons op elke missie getraind en nu is de missie overleven. Voor jou en voor ons. Want kijk, als we er niet zijn, is er ook geen bewijs dat we bestaan, dus we zijn weg. Voorgoed. Bedankt. Voor alles wat je voor ons gedaan hebt. En voor wie we zijn. Sorry voor de teleurstelling. Jullie zat. Het is jullie bionische plicht deze missie af te ronden. Nee, het was onze plicht. Maar toen kwamen er protesten tegen ons op onze eigen oprijlaan. Misschien moet de wereld eens gaan beseffen hoe het is zonder ons. Ja! Nog steeds niet meer mee. Ik voel alleen hetzelfde als dat hij doet. Waar ik het over had, zijn het Pentagon gisteren binnengedrongen. Wat? Het Pentagon is de meest veilige plek in de wereld. Ja, met al die vleugels zou ik een dag naar de ingang op zoek zijn. Niemand weet hoe ze het deden, maar ze staan wel op de bewakingskamer. Kijk, het zijn kinderen. Kinderen? Ja. En kijk, ze hebben groene gloeiogen, dus dan is er weer hier, of niet? Nee, het is Crane. Hij had de Triton-app geüpdate en bestuurde de S1 met zijn hersenen. Nu kan hij meerdere bionische kids besturen. Meerdere kids? Hoe is dat mogelijk? Ik weet het niet. Maar als ze het Pentagon binnendrongen, ze past op zoek naar geheime informatie. Maar zij met het genetisch manipuleren van die kinderen. Maar het verklaart wel al die babyfoto's die overal in het pakhuis rondhingen. Dit keer niet. Je gaat met ons mee. Wat? Dus jij bent de slimmerik. Oh, ik ben veel meer dan dat. Wat schattig. Maar dit is geen piñatafeestje. Laten we eens zien wat er gebeurt als ik deze gebruik. Dit is de laatste keer dat je me ziet.
Of wie dan ook, zo gezegd. Correctie. Je kon erbij komen. Oké, hij is de slechterik, maar zijn timing is geweldig. Sneller, slimmer. De nieuwe generatie van het menselijk ras. Woont in mijn kelder?